Mijn naam is professor Tim van Uitsel. Ik ben maag-darm-specialist in UZ Leuven, waar ik mij bezighoud met de opvolging van patiënten met short bowel syndroom en darmfaal. Binnen UZ Leuven zorgen we voor deze patiënten met een gans multidisciplinair team. Ik ben verbonden aan het team als arts, maar daarnaast zijn er verpleegkundigen, diëtisten, chirurgen en met de hele groep zorgen wij voor deze complexe patiënten. Short bowel syndroom, of in het Nederlands korte darmsyndroom, is de zeldzame aandoening waarbij de darmlengte te kort is om voldoende voedingsstoffen, vocht, vitamines, zouten enzovoort op te nemen in de darm. Het gevolg is dat deze patiënten beginnen te vermageren of uitdrogen en dit is een toestand die we darmfalen noemen. De enige manier om te kunnen overleven voor deze patiënten is om de voedingsstoffen op een alternatieve wijze toe te dienen, zijnde via de bloedvaten. Dit wordt dan parenterale voeding of TPN genoemd. Short bowel syndroom is een zeldzame aandoening. Dit betekent dat de meeste van onze patiënten in hun omgeving niemand kennen die hetzelfde probleem hebben. Daarom is het van groot belang dat deze patiënten verzorgd worden in grote centra met voldoende ervaring met deze zeldzame aandoening. Centra waarin er zich een multidisciplinair team bevindt. Deze teams zijn opgericht rond de patiënt. De patiënt staat centraal en de patiënt kan beroep doen niet alleen op een arts die het team leidt, maar ook op een hele team van verpleegkundigen, diëtisten, apothekers, chirurgen enzovoort. Op het moment dat de patiënten naar huis gaan, hebben wij als verpleegkundigen een voorname taak om gewoon de opnames te vermijden. Om te vermijden dat een patiënt moet heropgenomen worden met complicaties. En hoe gaan wij dat doen? Wij gaan bijvoorbeeld labo's van huisartsen opvolgen. Wij gaan vochtbalansen opvolgen om op die manier te gaan ingrijpen voordat er eigenlijk complicaties gaan voordoen. Wij proberen al heel veel de impact te beperken van parenterale voeding op het leven van de patiënt. Een eerste stap daarin is om de voeding 's nachts te geven, dus dat de mensen overdag vrij zijn. Een ander punt is dat de meeste van onze patiënten een getunnelde katheter hebben. Dit is een katheter die eigenlijk altijd zichtbaar is. Die zit wel onder de kledij, maar bijvoorbeeld soms is die een beetje wel zichtbaar nagelang wat dat je aandoet. Voor sommige patiënten is dit heel lastig naar hun lichaamsbeeld, om daar een aanvaardingsproces te vinden voor die katheter. Mijn grootste motivatie om deze job te doen is om te kijken waar dat we als multidisciplinair team waar dat wij geraken met onze patiënten. De eerste dagen na een operatie, als we de patiënt zien liggen in hun bed met alle kabeltjes, met alle problemen, en we kunnen dan een jaar later terugkijken naar wat we bereikt hebben, hoe dat die patiënt terug aan het werk is, hoe dat die patiënt terug hobby's kan doen, hoe dat die op vakantie kan gaan. Dat is het moment dat voor ons heel veel voldoening geeft. Een hele grote uitdaging bij onze patiënten, en dat denk ik soms artsen een beetje vergeten, is dat een patiënt niet enkel het short bowel syndroom heeft, maar dat er ook een hele sociale en psychologische achtergrond bij deze patiënt zit. En ik denk dat dat een grote kracht is voor ons als verpleegkundigen, omdat wij kijken met een holistisch mensbeeld. Wij nemen al die zaken, gaan wij meenemen in de behandeling van onze patiënt. Als diëtist is het ons taak om te bespreken met de patiënten wat zij wel en niet kunnen eten. En wij spreken vaak over voedingsmiddelen die het moeilijker maken voor de darm en de voedingsmiddelen die het gemakkelijker maken voor de darm. Moeilijker wil zeggen dat ze er bijvoorbeeld meer diarree van kunnen krijgen of meer stoma-output in het geval van een stoma. En beter wil zeggen dat we net die diarree of die stoma-output naar beneden kunnen halen. Maar ook naar de opname van voedingsstoffen zijn er bepaalde zaken in het dieet die dit kunnen verbeteren of die dit slechter kunnen maken. Naast de voeding kijken we ook naar het drinken. Het vochtbeleid bij deze patiënten is heel belangrijk. We weten bijvoorbeeld dat een korte darm niet zo goed vocht kan opnemen als een complete darm. Daardoor, als patiënten veel gaan drinken, dan gaan ze ook veel extra vocht gaan verliezen. Mijn ervaring met onze short bowel patiënten is vooral dat het heel complexe patiënten zijn waar de pathologie een heel grote impact heeft op hun leven. Mensen kunnen vandaag gewoon aan het werk zijn, gezond zijn, niks aan de hand. En morgen in het ziekenhuis liggen heel hulpbehoevend, waar heel hun leven eigenlijk ondersteboven wordt gegooid. Waar dat ze gaan rekening moeten houden met de parenterale voeding en alle dingen inplannen in de zorg eigenlijk in hun leven. Wat is onze taak als diëtisten binnen dit team? Dat gaat eigenlijk over alles wat met voeding te maken heeft. Dus dat gaat van wat de patiënt eet tot de voeding dat de patiënt via het infuus krijgt. Nu, wij starten meestal vanuit een voedingsanamnese. Dat is eigenlijk in stapjes overlopen wat de patiënt eet om zo
een goed overzicht te hebben van wat de patiënt in detail eet. En daar gaan we dan een individueel schema op gaan maken. We gaan dan voor onze patiënt een dieet opstellen om het korte stukje darm dat ze hebben nog zo goed mogelijk te gaan benutten, dat we eigenlijk van die korte darm een superdarm gaan maken. Het andere deeltje gaat over de TPN, dat is de voeding via het infuus. Daar gaan wij ook mee gaan bekijken van oké, hoeveel calorieën eet deze patiënt nu? En dan gaan wij zo ook een plan opstellen samen met het team van oké, hoeveel zakken infuusen zijn er nodig voor deze patiënt? Hoeveel eiwitten, hoeveel calorieën? En zo gaan we dat dan op maat voor deze patiënten maken.